Francis van Broekhuizen, 48, omarmt haar veelzijdigheid en deelt graag verschillende facetten van haar persoonlijkheid met het publiek. Als voorstander van geirechten en tegelijkertijd devout katholiek laat ze zien hoe divers ze is. In een interview met de Telegraaf benadrukt de zangeres dat mensen vaak verrast zijn door de vele kanten die ze heeft. Ondanks haar openheid over haar overtuigingen en standpunten, merkt Francis op dat het soms lastig is wanneer fans te veel persoonlijke informatie over haar weten. Sinds haar deelname aan het programma Overloerde heeft Francis meer bekendheid vergaard, maar ze is voorzichtiger geworden met wat ze deelt. Hoewel ze bekend staat als een open boek, houdt ze bepaalde aspecten van haar leven, zoals haar relatie en familie, meer privé. Dit komt voort uit de behoefte om haar dierbaren te beschermen, met name haar ouders die ongewenste bezoekers aan de deur kregen. Francis heeft recentelijk deelgenomen aan verschillende tv-programma's, waaronder De slimste mens, De verraders en Maestro. Waarin haar veelzijdigheid goed tot uiting komt. Ze benadrukt haar liefde voor opera, haar betrokkenheid bij Feyenoord, haar deelname aan praid om op te komen voor gairechten en haar diepgewortelde katholieke geloof, dat haar regelmatige bezoeken aan Loerden omvat. De diversiteit in haar interesses en activiteiten zorgt ervoor dat Francis verschillende doelgroepen aanspreekt, waardoor ze veel aandacht krijgt. Mensen benaderen haar met diverse emoties, van huilen na het Lourdes-programma tot het vinden van troost bij haar. Francis erkent dat haar veelzijdigheid mensen inspireert, omdat ze blijkbaar meer kan dan alleen maar opvallen, maar ook een rolmodel kan zijn dat verschillende aspecten van het leven omarmt. Op dit moment staat Francis van Broekhuizen samen met pianist en goede vriend Gregor Bak in het theater met de voorstelling Schandalig Mooie Opera.